De politie doet onderzoek in de zaak waarbij vanmorgen achter het gebouw van de Nationale Assemblée een man de hand aan zichzelf heeft geslagen. Tot nu toe blijkt dat de man eerst een vrouw heeft mishandeld en haar een schotverwonding zou hebben toegebracht. De vrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Politiewoordvoerder Milton Kensmil zei vanmorgen in gesprek met de redactie dat de vrouw in kritieke toestand verkeerde. Het motief van het voorval is nog onduidelijk.